Waterschade valt vaak buiten de garantie van de fabriek of het verkooppunt. Mijn naam is Romy en in deze video geef ik je een aantal tips om waterschade te voorkomen. De accu is een van de watergevoeligste onderdelen van je elektrische fiets. Fabrikanten zijn daarom verplicht de accu spatwaterdicht te produceren. Toch is het erg belangrijk om alert te blijven en waterschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doe je onder andere door regen te vermijden. Je kunt natuurlijk wel door een regenbuitje fietsen, maar bij een flinke stortbui adviseren we toch een dichtbijzijnde schuilplaats op te zoeken. Tijdens het vervoeren van de fiets raden we aan de accu en het display van de fiets te verwijderen tegen een eventuele stortbui onderweg. Daarnaast adviseren je fiets niet te lang in de regen te stallen. Wanneer het niet mogelijk is om je fiets in een schuur of onder een afdak te stallen, raden we aan om de accu van de fiets te verwijderen en op een droge plek te bewaren. Let hierbij wel op dat de contactpunten van de fiets droog zijn wanneer je de accu terug op de fiets bevestigt. Ook bij het schoonhouden van de elektrische fiets is het van belang dat deze niet met te veel water in contact komt. De fiets is veilig en gemakkelijk schoon te houden met een vochtige doek. Wanneer de accu dan toch in contact is gekomen met dat spatwater, is het van belang dat je de accu niet direct oplaadt om zo kortsluiting te voorkomen. Wil je meer informatie over je fietsaccu? Abonneer dan geheel gratis op ons kanaal. Tot ziens!